Als ik met jongeren in gesprek ben, dan probeer ik op te letten wat ik zie in hun gezicht. Wat hen bezighoudt, wat ze uitstralen. Maar ik probeer vooral goed op te letten wat ik hoor. Wat klinkt er door in hun woorden en hoe spreekt hun lichaamstaal daarin mee? Er zit één gevaar in. Ik heb de neiging om soms in te vullen wat ik zie. Ik zie een bepaalde gezichtsuitdrukking of ik hoor bepaalde woorden en ik denk, oh, hij zal wel dit denken. Of hij zal wel dat denken. Of zij zal wel dat bedoelen. En voor ik het weet ga ik in die lijn verder en ga ik op die manier die jongeren benaderen. Misschien herken je het wel. Dan zou ik je vandaag iets aan willen bieden. Een stick. Een Nivea stick. Nivea niet invullen voor een ander. Probeer als je in gesprek gaat met jongeren, maar ook met ouderen, niet alleen te kijken naar wat je ziet. Niet alleen te luisteren naar wat je hoort. Maar ook bepaalde stemmen in je hoofd even het zwijgen op te leggen. Als je denkt dat je het begrijpt, ga niet invullen, maar ga een nieuwe vraag stellen. Joh, klopt het wat ik zeg, dat? Vul het hardop in en ga luisteren of het klopt. En waarschijnlijk zal het dan anders zijn als wat je verwacht hebt. Vandaag krijg je van mij een Nivea-stick. Niet invullen voor een ander. Vul hem in bij ieder gesprek die je met jongeren voert, zodat je werkelijk gaat begrijpen wat ze bedoelen. En niet alleen op hun woorden schrijft wat jij denkt dat de werkelijkheid is.